kwam uit Venezuela en ik wilde eigenlijk een kunstenaar zijn. Maar voor mijn ouder was het beter naar de universiteit. En ik zei, ja, het is beter voor mijn toekomst. Maar later ben ik nu en eindelijk wat ik wilde, een kunstenaar. Ik hou van veel kleuren, hè, in mijn schilderijen. Ja, het is Caribisch. De kleur is heel... trek jou altijd. En dan die dikke vrouwen kan ik heel veel kleuren gebruiken in het cel, in het lichaam. En die gaan in volume vind ik ook mooi met volume werken. Aha, en la pensa. E di bossa, mi casa sin Maria. Tambe porra se trabowi, e gana un tiki senno. De inspiratie komt van de vrouwen die hard werken. Die altijd zorgen voor een brood aan tafel. De typische Curaçaose vrouw. E la ponele junto che chiquito na bo di un palo grande. E si Maria abai piki bonci. Nancy was de stem van de slaven, van de pijn. Van die grote pijn, van die dingen dat je mag niet zeggen. Ik zei, ik wil nog een schilderij hebben. Maar van deze tijd... die iets zegt wat is gebeuren nu en een pijn is van bijna ons allemaal. Iets dat ik altijd heb ik gehoord in de supermarkt van alle vrouwen. Altijd in de supermarkt, de gelden zonder gelden is niets. Wat zal ik doen, zeggen ze. We kennen niet verder hier in Curaçao met die hoge belasting, die hoge prijzen, die lagere salarissen, die grote verheer.